Hallo allemaal. Ik heb hier een glaasje heerlijke appelsap. Ik heb ook een rietje. En met deze grap heb je een rietje nodig en een speld. Je gaat dat rietje, daar ga je kleine gaatjes in maken met die speld. Kijk zo. Ik had er al een aantal ingemaakt. Hoe meer, hoe beter, maar het moet ook weer niet al te veel opvallen. Zorg wel dat je de gaatjes niet te veel onderin maakt, maar ook niet te veel naar boven, dan vallen ze op. De gaatjes mogen in ieder geval niet in het drinken terechtkomen. Die moeten erboven. Daar komt er niks uit. Ja, als je heel hard zuigt misschien. Maar dat is natuurlijk leuk om je broertje of zusje te grazen te nemen bij 1 april. Voor iets meer effect kun je ook met een mesje, maar vraag daar wel hulp van je vader of moeder, een iets groter gat maken. Als het gat namelijk, hoe groter het gat is, hoe moeilijker het is. Nu krijg je helemaal niks meer. Oh ja, kijk voor meer grappen op deze website of lees het boek De Vreselijke Tweeling. Want Max is een echte 1 april grappenverzinner.